Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo en Adidas. Ik vergeet nooit de laatste dag in het trainingskamp in Denemarken, 1 juli. Toen ik op de Deense televisie teletext las de kritiek dat Ronald en Frank op mij heeft geuit. Op dat moment wist ik eigenlijk dat wordt een heel, heel moeilijk seizoen. Ik heb één grote fout gemaakt. En dat was dat ik eigenlijk niet heeft gedaan wat ik op dat moment heeft gedacht, gewoon te stoppen. Ik heb geprobeerd mijn bestuur te overtuigen wat eigenlijk de impact van de kritiek van Ronald en Frank, wat dat zo teweegstellen in de groep. En ik moet zeggen, ik vind dat ik veel te weinig steun heb gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen, en dat kan ik jullie allemaal geruststellen, dus dat ik heb genoten hier. Ik heb natuurlijk genoten veel meer verleden seizoen dan deze seizoen. Ik zal daarover leven, dat gaat om Ajax. En dat heb ik ook duidelijk in mijn tijd hier gezegd, denk ik. En dat meen ik ook echt. Dank je. Ja, ik vind het de beste trainer die Ajax heeft gehad. En dus zijn we de beste van de... Louis van Gaal leidt Ajax in de jaren 90 naar ongekend succes. Onder zijn leiding wint de club alles wat er te winnen valt. Ja, Kluivert, ja! Kluivert, Edo! Hij doet het en Ajax wint de Wereldcup. Een groep van wie gedacht was dat hij volgevreten was na het vorig seizoen. De vraag was natuurlijk van, goh, hoe lang blijf je nog bij Ajax? En wij hadden natuurlijk rondom de Europacup finale van 95, hadden sommige spelers, met name Liedmanen, zich uitgesproken van, nou, dit moeten we jarenlang proberen bij elkaar te houden. Een jonge groep. Dan kunnen we ook historie schrijven door misschien wel 2-3 keer zo'n Champions League te winnen. Ja, dat loopt dan anders door het Bosman-arrest en door persoonlijke ambities. Want Ajax loopt leeg. Veel spelers waarmee de club de wereld veroverde vertrekken naar het buitenland. Kluivert, Seedorf, Davids, Overmars en vele anderen gaan voor een prikkie naar Europese topclubs. Onze vooruitzichten voor Ajax, die waren niet best grote clubs. Die accepteerden niet dat een club als Ajax uit Nederland, dat die de dienst uit zou maken. Want dat is natuurlijk niet niks als je en de Champions League wint en de Wereldbeker en volgend jaar weer de finale speelt. En het gaat al snel minder. In 97 is Juventus in de halve finale van de Champions League veel te sterk. En ook nationaal hollende prestaties achteruit. Ik weet nog heel goed dat wij tegen NAC Breda speelden en 2-0 uit verloren. En ik tegen mijn broer keek, dit kan gewoon niet zo verder. En Stewart weer. Stewart langs Veldman en Stewart scoort. Daar komt zelfs Reisbergen voor van zijn plek. Ik heb nog nooit met Ajax, zolang ik gespeeld had, een wedstrijd, dat we echt kansloos waren. En die wedstrijd heb ik het gevoel dat we kansloos waren tegen NAC. Alle respect voor NAC. Maar gewoon dat je kansloos was tegen NAC. Ja, dat moet echt wat anders. En dat gebeurt als ook Louis van Gaal vertrekt. Ik denk dat Ajax misschien voor mij wel de beste club is in de wereld. Maar dat komt ook omdat ik Amsterdammer ben. Waarom ga je dan? Gewoon omdat ik vind dat ik mijn vleugels wil uitslaan. Dus moet het bestuur op zoek naar een opvolger van de succestrainer. Ergens ben je altijd bezig van als dit of dit gebeurt. Als er een club komt die Louis van Gaal plotseling weghaalt, is met Beenhakker een keer gebeurd. Hoe reageer je dan? En wie zou dit dan in aanmerking komen? Dus ergens ben je al in je achterhoofd ben je al bezig met een eventuele opvolging.
Dus toen hij aangaf dat hij wegging en we bestuursvergadering daarna hadden, toen zeiden we al van, nou, we moeten een lijstje maken. Wie zijn degenen die in aanmerking komen om trainer van Ajax te worden? Wie voldoet daaraan? Hè? Aanvallend voetbal, nou, jeugd inzetten. Nou, we kennen al die voorwaarden, kennen we wel. Nou, en dan kom je met een lijstje. En we waren heel snel klaar op dat lijstje, stond nummer 1. Dus vonden wij, stond Morten Olsen. Ajax heeft vanmiddag op een druk bezochte persconferentie in de Amsterdam Arena de nieuwe trainer Morten Olsen gepresenteerd. De 47-jarige Deen is de opvolger van Louis van Gaal, die de club aan het einde van dit seizoen de rug toekeert. Olsen zette zijn handtekening onder een 2-jarig contract. Okay. Onder een overweldigende belangstelling ondertekende Morten Olsen vanmiddag zijn contract. Na een geruchtenmachine die maandenlang duurde en waarin de namen passeerden van onder andere Johan Cruijff en de Zweed Göran Eriksson, is het een relatief onbekende Deen die de laatste jaren zo succesvolle Louis van Gaal gaat opvolgen. U bent blij, maar bent u ook verrast? Ja, verrast. Oké, misschien een beetje, maar op de andere kant denk ik dus dat eerstens mijn voetbalfilosofie. En dat denk ik weet de voetbalwereld, dus ook Ajax al lang, dus is eigenlijk ook de filosofie van Ajax. Ik heb het altijd zo gezien, ja, topvoetbal gaat om één ding, maar ook om twee dingen. Dat gaat om winnen, maar ook de manier waarop. En dat is ook altijd mijn filosofie. Ik ben hier in België toegekomen in de 70er jaar en heeft toen de totaalvoetbal in Nederland kunnen volgen natuurlijk in de periode van Ajax en Feyenoord, van Cruijff enzovoort. En dan heeft zeker ook een invloed gehad op mijn manier zelf te voetballen als speler en later ook als trainer. Wie Olsen als directe assistent naast zich krijgt, is nog onbekend. Voor reservetrainer Bobby Harms maakt het allemaal niet zoveel uit. Je bent nu 13 à 14 de trainer is het nu die als hoofdtrainer die ik daar heb gehad. Sorry, je bent de tel kwijtgeraakt. Gisteren had je over de 16e. Oh, ja, nou, ik heb nou opgeschreven een keertje. Ik dacht 14 nu hoor. Ik heb er 2 gepikt. Ja, Bobby Harms, ik denk ik was de 14e trainer dat hij heeft gehad. En hij heeft alles gewonnen, dus ik heb veel bewondering van hem. En op voorhand, maar ook toen ik werkte met hem. Ik heb hem zelf niet kunnen kiezen, maar natuurlijk, wanneer je met zo'n ervaren man kan werken, is dat natuurlijk fantastisch. Hè? En Heini Otto heb ik natuurlijk, voordat ik ja heb gezegd, heb ik met Heini gesproken. Hij is bij mij gekomen in België en we hebben direct gevoeld. Dus ja, dat klikt en ik denk dat is belangrijk. Het grootste probleem waar Ajax in de jaren 90 mee te kampen heeft, is het zogenaamde Bosman-arrest. In december 1995, een maand nadat de club de wereldbeker wint, staat het internationale voetbal op zijn kop. Nadat de onbekende Belgische voetballer Jean-Marc Bosman de strijd met de voetbalmachten aangaat om veranderingen te krijgen in het transfersysteem. 5 jaar is Jean-Marc Bosman met de zaak bezig geweest. Een rechtszaak die hem zeer heeft geschaad. Zijn huwelijk ging er door stuk, het geld raakte op en hij voetbalt nog slechts op bescheiden niveau. Nu is hij zielsgelukkig met de uitspraak. Het Hof bepaalde dat het transfersysteem niet past in de nieuwe Europese wetgeving. En verder vindt het Hof dat de beperking van het aantal buitenlandse spelers in 1 elftal strijdig is met die wetten van de Unie. Het streven is juist een vrij verkeer van personen binnen de aangesloten landen. En vanaf dat moment was het dus zo dat je door je contract uit te dienen gratis weg kon. Dat was volkomen nieuw in het voetbal. Daarvoor heerste eigenlijk een systeem dat min of meer neerkwam op slavernij. De werkgever kon geld voor je vragen, terwijl je contract had uitgediend. Een heel belangrijk bijeffect van het Bosman-arrest was dat de buitenlanderregel kwam te vervallen. Tot dan mochten ploegen 2 en later 3 buitenlanders in hun elftal opstellen. En de rest moest uit het eigen land afkomstig zijn. Nou, dat bleek tegen de Europese wetgeving te zijn. Vanaf dat moment mochten ingezetenen van de EU onbeperkt in welk elftal dan ook spelen. Dus toen kon je voor het eerst in theorie een elftal krijgen met 0 Nederlanders erin. De tijd van een Sjaak Zwart of je leven lang bij een club is sindsdien eigenlijk wel voorbij. Het Bosman-arrest kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Een van de grote, slechtste zaken die ooit in de voetbalrij heeft plaatsgevonden. Dan weet je wat er is gebeurd de laatste 20 jaar. Dan is voetbal totaal veranderd door die Bosman, door die kleine Belg. En dat heeft de club verkeerd ingeschat.
onze inzet was om zo lang mogelijk bij te benen. Dus van hoe lang hou je dit vol? Als Ajax, hoe lang hou je dit vol? Nou, er zijn een aantal punten die daar nodig zijn. En een van de punten was dat je een goede trainer weer had. Je had goede spelers nodig. Je hebt geld nodig. En je hebt een goed stadion nodig om dat te kunnen exploiteren, et cetera, et cetera. Dus onze ogen waren eigenlijk gericht echt naar de toekomst toe van hoe kunnen we dit behouden? Hoe kunnen we mee blijven doen? En ik was toen heel erg bezorgd, en dat heb ik toen ook uitgesproken, dat door het Bosman-arrest had ik het gevoel van dat het een ongelooflijke moeilijke zaak zou worden om dit vol te kunnen houden. Het grote Ajax van de jaren 90 is niet meer. Veel spelers zijn vertrokken, mede door het Bosman-arrest. En dus gaat ook Ajax de markt op en koopt voor het seizoen 97-98 10 nieuwe spelers op voorspraak van Morten Olsen. Ik zou wel eens een trainer willen weten die het op dat moment beter had kunnen doen. Ik zou het niet zo kunnen noemen. Dat kan altijd hoor, want je kent niet iedereen die het geprobeerd heeft. Maar wat hij bij elkaar gezocht heeft, dat vond ik heel knap. Het Moord had geen club. Dus ik kon gericht kon hij dus spelers benaderen. Ik noem maar Michael Laudrup, Sonny Olisee, Shorta Avalatse. Die jongens speelden toen bij Trabzonspor, geloof ik, Shorta en zijn broer. Nou ja, die hebben in de morgen gestaan om naar die jongens te kijken. Maar dat had hij er allemaal voor over. Dus voor het eerst zagen we een multinationaal Ajax. Waar nog Danny Blind en Jari Liedmanen en de boertjes als achterblijvers van het gouden Ajax in zaten. En voor de rest was het allemaal nieuw en in alle kleuren van de regenboog. Tobias is nieuw, maar dat geldt ook voor Froylan Ledesma, voor Dien Goré, Tom Sier, Michael Laudrup, Shota Arveladze en de Pool Andres Roury. Gerald Sibon, Sunday Olise en Benny McCarthy maken het tiental compleet. Het begint altijd met een nieuwe, met een heleboel nieuwe spelers. En ze maar afwachten of het hele zootje klikt bij elkaar. Nou, en ik denk wel vandaag dat het gebeurt, want dit is toch een bepaalde test van vriendschap. En als je buiten het veld goed voor elkaar bent en met elkaar goed kan omgaan, doe je in het veld een stapje meer. Dan zie je direct op training dat de spelers rikt dat snel. Goh, die hebben goede kwaliteiten en louter kennen ze natuurlijk. Maar hij heeft direct gezien dat deze nobodies geen nobodies was, dat echt heel goede topvoetballers was. Er zijn een aantal spelers gekomen die denk ik de club gewoon vanuit hun scouting naar zich toe trok. Ook vanuit de samenwerking met buitenlandse clubs, Benny McCarthy bijvoorbeeld. He, dat is niet, komt niet uit de koker van Morten Olsen. Tobiasson, Sibon, dat waren jongens die uit de reguliere scouting vanuit de club, zoals dat ook behoort, naar Ajax werden gehaald. Maar ik vond het wel heel opmerkelijk dat Morten Olsen met een aantal spelers kwam die, ja, waarvan ik achteraf dacht van ja, dat zijn toch echt zondagschoten gebleken. Ik had nog nooit van André Roury gehoord, ik had nog nooit van Sander Olise gehoord. Natuurlijk Shota wisten we natuurlijk wel, maar voor de rest... Laudrup ook denk ik wel. Michael natuurlijk kennen we natuurlijk allemaal, maar voor de rest ja, moest je dus afwachten wat voor types het waren. En gelukkig, ja, die past eigenlijk direct goed in het team. Je hebt natuurlijk je eigen bastionnetje heb je zien afbrokkelen met jongens waar je alles mee gedaan hebt, alles mee gewonnen hebt. Gelachen, gehuild, gefeest, gevierd. En dan komen de nieuwe spelers en ja, je kijkt toch naar kwaliteit. Wat brengen spelers? En ik denk dat het jaar daarvoor hebben we toch gezien dat het een beetje aan het afbrokkelen was en aftakelen. En dat er echt wel een impuls moest komen in het elftal aan kwaliteit. En dat heeft hij zeker gebracht. Dus het was een ongelooflijke prestatie die je leverde om in een hele moeilijke tijd om dan weer zo'n elftal neer te zetten. Met een aantal gerichte aankopen die hij gedaan heeft. En die geen dure aankoop. Maar niemand geloofde dat Laudrup bij Ajax zou komen voetballen, want dat was een gelouterde voetballer, die, nou ja, noem allemaal maar op. Maar die haalde hij ook. Ik weet dat Ajax, toen hij 18 of zoiets was ook geïnteresseerd natuurlijk. Michael was op dat moment een van de grootste talenten in Europa. Hij heeft dan toen gekozen voor Juventus, maar Ajax heeft hem ook als liefhebber altijd aangesproken natuurlijk. Hè. Dus daarom toen ik belde naar hem, dan was hij direct geïnteresseerd. Hij zei, oké, kan ik mijn carrière eindigen in zo'n club, traditionsclub als Ajax? Dat zou fantastisch zijn. Hè. Ik zal ook nooit vergeten toen hij
binnenkwam in de kleedkamer met zijn bruine leren tas. Ja, dan zat ik met zo'n mond open, gewoon Michael te volgen naar zijn plek eigenlijk van, Jezus. En de eerste training wat we hadden was eigenlijk dat we bij elkaar kwamen met spelers om. En Moort eigenlijk, eigenlijk een paar flessen champagne opentrok. En dat we eigenlijk zeggen, jongens, we gaan toasten op een fantastisch seizoen. Daar heb ik gezien dat de spelers lusten. Daar hebben we ook natuurlijk gezegd dat daarvoor moeten we keihard werken. Voor de volgende klas. Hè. Blind schoof heel veel mee naar voren. Sibon kaart met Rudy. Dit is de 8e minuut. Het is 1-0 voor Ajax. Een prachtige goal van een Pool, Andres Rudy. Witsche dan. Onderschept een paas en stuurt Babangida op avontuur. Oog in oog met Westerveld. Schitterende goal van Babangida. Olise van afstand. Het is 3-0. Geweldig doelpunt van de andere Nigeriaan. En een heerlijke kennismaking voor hem met het Amsterdamse publiek. Dat met volle teugen genoot. Hier nog een keer Arveladze, de invaller. 4-0 wordt het. En ook Shota Arveladze uit Georgië is heel blij met zijn doelpunt. En Hoekstra komt maar weer eens binnendoor. En dan is het de arme Michel Kreek. Ooit speelde die nog voor Ajax. En zo eindigde Ajax-Vitesse in 5-0. Genoten ze in Amsterdam, leden ze pijn in Arnhem. Ik weet dat er vanaf het begin, echt vanaf dag 1, onwaarschijnlijk veel doelpunten gemaakt werden. Ze begonnen met 5-0, 5-0, 7-1, 3-0 en daarna twee keer 4-1 in de competitie. Dus dan heb je het over een moyenne van 5 doelpunten per wedstrijd ongeveer. En dat was een onbeschrijfelijk aantal goals, viel er. En het voetbal was spectaculair. En zo bleef het eigenlijk ook, want uiteindelijk is Ajax dat seizoen geëindigd met volgens mij de beste doelsaldo uit de clubhistorie. Er zijn maar weinigen die denk ik zo goed kunnen voetballen als Shota Arveladze. In het begin dat we hem zagen, dacht ik van, wat is dat voor type? Bij de eerste balcontact wist je al genoeg. Zo, ja, een technicus, zo veel gevoel in beide benen. Nou, dan had je natuurlijk Michael Laudrup. Ja, die had natuurlijk alles al gewonnen, maar nog steeds een stylist, een ongelofelijke speler met inzicht. Scorenvermogen ook nog, want dat is ook niet onbelangrijk. Hij scoorde ook nog gewoon zijn goaltjes mee. Dat zorgde net dat het balans gewoon heel goed was. Morten Olsen is een geweldige trainer. Die heeft natuurlijk, weet precies wat hij doen moet om spelers op een bepaalde manier te laten voetballen. En hij heeft kennelijk een goede neus voor wat bepaalde spelers wel kunnen en wat ze niet kunnen. En daar heeft hij goed gebruik van gemaakt, dus uit de juiste mensen. Je ziet bij Ajax nog alles dat een speler die heel wat kan, die komt hier dan. En dan vervolgens moet hij anders leren voetballen. Kijk even naar Maglas, dat vind ik nog het mooiste voorbeeld. En dan komt er niet meer veel van terecht. En hij deed dat veel minder. Moorten, die heeft het zo dat de spelers krijgen heel veel vrijheid in het systeem natuurlijk. Hè. De verandering heb je natuurlijk jaren in Denning in de as. Met Frank, iedereen wist precies wat hij moest doen. Kijk, wat nieuw was natuurlijk Michael. Hè. Dit is natuurlijk niet een vaste linksbuiten, maar die zwerft een beetje. Nou, dat klikt enorm met Shota Arveladze. Nou, dan had je Tjetjane Babakida, die verschrikkelijk. Die was zo snel dat zijn voetbalschoenen stonden nog op de middenlijn. Toen was hij zelf al in de 16 zo snel. Maar die werd eigenlijk die scoorde aan de lopende band. Die heeft nog nooit zoveel gescoord. En dat was toch de hand van Moorten. Hoe die de spelwijze erin bracht eigenlijk. Babakida. Mooie combinatie met Ronald de Boer. Mogelijkheid voor Ajax om de score te openen. Babangida zelf en wat een goal. Wat is hij doelgerichter geworden, de jonge Nigeriaan, dit seizoen. Vijfde hoekschop Ajax, Dani dit keer. Bosma zit ernaast, Tobias het scoort. 0-2. Het schuift mee in. Probeert het nog eens. En dit keer is het doorraak. Danny Blind, de senior op het veld. De derde treffer van Ajax. Tobias. Magida Tobias. Gaat zelf op avontuur.
wordt dit weer een goal van Ole Tobiasen. Jawel, en een mooie, de tweede goal voor de Deen. Die zag dat er geen aanspeelpunt was, dat men bij Utrecht aarzelde om hem op te pakken en doorstoten. Evie. Jong. Oproep. Postma. Harvelatse. 5-1. 15 goals in 3 wedstrijden. En deze, de derde tegen Utrecht, is nog niet eens afgelopen. Diepmaken. Harvelatse is nu rechterspits. Lodroep. Ja, die wil er ook nog een maken. 1-6. Als een granaat slaat hier. Ongelooflijk in de galgenmaat. Is groot. De vreugde bij de Ajax-supporters begrijpelijk. Niet maar. Van Frank en Vrij doorstoten richting Postma. En wil er ook wel eentje maken. Dat lukt ook. 1-7. Het is een schiettent hier in de Galgenwaard. Het lijkt wel een voetbalkermis. Toen dacht je van, nou, wacht even, ik weet niet wie dit helft tegen moet gaan houden. Want het, ja, met pech, hè, met blessures, daar moet je altijd maar afwachten. Maar zoals die aan het voetballen waren, als je bij Utrecht 1-7 uitwint, nou, dat gebeurt niet elk jaar. Ook niet met het hele grote helftal. Voetbal bij Ajax was gewoon heel anders. Als verdediger en met name ook als back, ja, was zo aanvallend. Kunnen voetballen als back eigenlijk. Je had natuurlijk heel veel balbezit. Tegenstanders gingen terugzakken op eigen helft. Je kon mee naar voren voetballen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ook doelpunten gaat maken. En dat is natuurlijk heel apart dat je in de eerste wedstrijd helemaal als rechtsback 2 doelpunten maakt. Ole was in mijn ogen geweldig. Een rechtsback. Dus hij had uiteindelijk in mijn ogen, als hij fit was gebleven, in het centrum gekomen. Goede techniek. Opkomend. Nooit in paniek raken, nooit een bal, wat Frank ook altijd had als verdediger, nooit een bal zomaar in het stadion uitschieten, altijd proberen een voetballende oplossing te zoeken. Dus in mijn ogen een ideale speler voor Ajax. En natuurlijk ook, wat ik zeg, aan de bal, meekomend, goede voorzetten. Ook bij corners nog goals maken. Morten Olsen ziet dat Ajax wel aardig speelt. Vooral was dat in omschakeling hebben we heel veel gewerkt. Wat doen we wanneer we de bal verliezen? Doordat we ook veel willen aanvallen en met veel willen aanvallen tot die kansen te komen. Ajax dat de bal razendsnel liet rondgaan, zoals ook nu. Combinatie Ronald de Boer bij Bamangida. Bamangida goed kijken en heel goed ingeschoten door Arvelatse. Een mooi voorbeeld met Michael Laudrup en Sjorta. Als die met elkaar gingen voetballen, dan... Met doorbewegen en over ballen heen stappen en ja, dat was echt een genot om naar te kijken. Arvelatse, Laudrup, Arvelatse, Laudrup en dan maar Laudrup zelf. 3-0 voor Ajax. Ja, het liep als een tierleer en alles ging erin. Of het nou vrije trappen van Olysee waren of mijn vrije trappen. Of de ene avond nog mooier dan de ander. En het is echt een flow zaten we in. Arvelatse, hakballetje, weer Arvelatse en redding, nee, het is 1-0 voor Ajax, doelpunt te maken, Arvelatse. Melchiot, Benny, trekt er 2-0 in. Soms is het ook wel eens lekker om dan, Louise kwaliteiten, die waren ontoezeggelijk. Alleen soms is het lekker om even iets anders te doen. En dat gevoel hadden we wel een beetje, die vrijheid, omdat we zelf ook een soort trainer waren geworden onder Louis. De Boer mag het doen voor 4-0. Mijn visie was, en dat was misschien nieuw in Ajax, je kan niet altijd winnen met mooie positiespel enzovoort. En zeker niet na een aantal jaar, daar ben je uitgekeken, daar weet de tegenstander ook wat te doen. En die instelling, denk ik, was ook belangrijk dat je die automatisme kweekt bij de spelers. Dat, ja, dat lukt niet altijd met mooi voetbal. Dat is in feite mooi, wanneer je dan met de spelers na een aantal jaar, wanneer zij naar Juventus gaan, de Glasgow Rangers enzovoort, dan ontdekken ze eigenlijk eerst, oh ja, dat is ook voetbal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan Bamangida niet. En Arvelatse heel makkelijk wel.
4-0. Dani slingert zich een weg door de MVV-defensie en ook hij knalt raak. Laudrup is zo simpel. 6-0. Geen buitenspel gebaard, de grensrechter. En dan is het dus 2-0 door Shota Arveladze. In de titel geloofde ik vanaf dag 1 blindelings. Sowieso waren we het nogal gewend, hè, om kampioen te worden. Eigenlijk dat laatste Van Gaaljaar was een soort incident voor ons gevoel. Dus we pikten de draad eigenlijk weer op. En er vlogen zoveel schitterende doelpunten in dat dat heel makkelijk was om enthousiast van te worden. En heilig te geloven in de goede afloop. In de competitie wel, in elk geval. In Europa was het anders, want dat is ook wel een schaduw die over dat succesjaar van Morten Olsen heen ligt. Ajax moest dat seizoen in de UEFA Cup spelen. Nou, dat was sowieso al wat minder glansrijk. We waren dat niet meer gewend na jaren Champions League. En dan gingen we er ook nog vrij roemloos uit. Tegen een heel sterk Spartak Moskou overigens, hoor. Dat was een bijzonder indrukwekkende tegenstander. Maar ja, dat ging dus eigenlijk mis. De Europese glorie kwam er niet. En ja, dat is dan toch een soort van rouwsluier, omdat we dat anders gewend waren in die tijd. Ja, ups en downs. De eerste wedstrijd van Maribor, dat weet ik nog heel goed. Dat was een wedstrijd waar, ja, simpelbaan. Sowieso in mijn ogen had het een drama. Als er nu aansluiting komt, kan het gevaarlijk worden ook. En zijn doelpunt! Hoe is het mogelijk? Nonchalance in die Ajax-achterhoede. Wijsgroep Ajax, Witsen. Ja, gaat hij. Doelpunt van Jari Liedmanen. Eindelijk wordt het dan gescoord. Goed genomen vrije schop. Ik nodig niet echt uit om vol gas te geven. En ik weet nog dat mijn broer, ik kreeg heel veel kritiek op zijn interview daarna. Thuis maken we ze dik af of zo, weet je wel. Volgens mij was het Tommy Egberts die naar me toe kwam en die moest wat zeggen natuurlijk. En die was kritisch en dat mocht ook wel, maar ik zei direct van ja, die ploeg kan er helemaal niks van. Er wordt zeker, gaan we 7 keer scoren. Ik zeg je nu, we gaan 7 keer scoren tegen Maribor. Kijken of Ajax nu wel hoog tempo zal spelen en veel over de vleugels. Zodat er ook diepgang is in het spel van de Amsterdammers. Nou, Arveladze in zijn draai en daar gaat hij al. Jongen, binnen 30 seconden. Kijk, een balletje. Tobiasen. Ja! Wat een doelpunt! Wat een prachtige goal van Ajax met een fantastische combinatie. Olysee. Weer schot van afstand. Ja! Benny! De situatie was dus veranderd. Waren de verwachtingen ook veranderd of niet? Of werd er nog steeds verwacht dat Ajax top Europa was? Ik denk het, ja. Dus dat is ook de sterkte van Ajax. Dat is een beetje gezonde arrogantie. Maar ik wist het zelf, misschien ook komen van iets anders. Ja, dan na Postman, zo, dat is een heel andere voetbalwereld. Dan moet je niet denken dus dat wij altijd de grootste blijft. Nu is de concurrentie van de hele wereld en speciaal van clubs die misschien qua economie, qua geld veel meer mogelijkheden hadden dan Ajax. En dat heeft ook een aantal jaar, ook na mijn tijd trouwens in Ajax, geduurd voordat Ajax in feite een meer realistische kijk op voetbal, misschien ook de supporters, dat ja, die tijd die kwam niet meer terug. In de tweede ronde gaat Ajax op het nippertje door, ten koste van het Italiaanse Udinese. Udinese, ja, ik kan het niet heel goed erin. Ik weet wel dat we 2-0 achter kwamen uiteindelijk. Ja, door Shota de 2-1 nog maakte, omdat we thuis 1-0 hadden gewonnen. En dus ja, kwamen we door het uitdoelpunt een ronde verder. Maar Udinese was op dat moment ook een heel goed voetballend team in de Serie A. Dus uiteindelijk gingen we op dat moment door. En Bochum, ja, Duitsers die volle bak gingen altijd. En we hebben eigenlijk heel snel op 2-0 achterkomen. Duidelijk Bosch. 2-0! Ja! Bij
bij de eerste paal, de Pool, Thomas Waldog. Witske, geen buitenspel, maar... Oh, was dat Hens? Was dat Hens of niet? Of gaat hij gewoon erin? Hij gaat er gewoon in. Laudrup, Michael Laudrup. De Boer. Babangida, tweede paal, Laudrup, twee keer. Een orkaan, plotseling. Een orkaan, in een paar minuten tijd. Snel genoeg. Mooi. Kans voor die Ajax. Chantal van Lansen. Wat een wervelstorm. Olysee. Olysee. En dan gaat hij het aan. 4-2. Ajax. Doelpunt van de Boer. Het is 4-2. Absurde eerste helft. Het waren geen topploegen, maar goed, het waren wel goede wedstrijden, vooral Udinese en Bochum. Ja, en Spartak Moskou had in die tijd een goede ploeg, met goede spelers. Ze hadden één sterspeler, Titov, geloof ik. En ja, daar hadden we het hier thuis gewoon moeilijk mee. Zij counterden ons eigenlijk weg. Ik denk dat ze hun huiswerk goed gedaan hadden. Ja, dat was echt zo'n luizenploeg die binnen 2 seconden je pijn kon doen als je slordig was. En... dat waren we en zij maakten daar heel goed gebruik van. Ik herinner me die wedstrijden tegen Spartak Moskou heel erg goed. Dat waren dan dieptepunten. Eigenlijk de enige dieptepunten van het hele seizoen. Dat we daar wel door zo'n hermetische voetbalmachine toch wel heel hard eraf gecounterd werden. Dat voelde allemaal tamelijk kansloos. Doelpunt van Chirko. Iets meer dan 25 minuten gespeeld. Bij Stof. Dan is Titov doorgekomen. Dat is het systeem van de Russen. Opduiken in de hoeken. En Titov waar Chirko. En het is 0-2. Je kan het bijna van tevoren uittekenen. Olysee op kracht. En dan is daar Ralf Latsen. De assist. Voor Jeff. Cimbala. Cimbala troept van der Sar. En 6 minuten voor tijd lijkt het gedaan. Dus we waren gewoon favoriet natuurlijk tegen Moskou. En dan zo eigenlijk afgedroogd worden en terecht over twee wedstrijden. Dus dat was niet goed. Het verwachtingspatroon met recht natuurlijk was op dat moment, anders dan vandaag zeker, was groot. Dat is logisch, wenn je zo grote succes heeft geboekt, Champions League, UEFA Cup, in de jaren voordien, dan denk je dat het blijft. Maar de realiteit is soms anders. Ik denk dat op dat moment... was het een grote tegenvaller, schok, of hoe je het ook wilt noemen. Maar ja, achteraf gewoon terecht. Dan denk ik, ja, we zijn niet meer zo goed als we dachten waarschijnlijk. En dat je dan toch een jasje hebt uitgedaan als je zoveel goede spelers bent kwijtgeraakt. Op het allerhoogste niveau. Nationaal gaat Ajax door met waar het mee bezig was. Veel scoren en richting de landstitel. Hij schiet ineens. En wat een goal van Jari Wittmanen, zeg. Laudrup. Shot uit Verlaksen. Ja, shot uit Verlaksen. Mooie aanval. Tempo lag niet hoger van die aanval, maar wel de zuiverheid. Even in de hogere versnelling. Rudy scoort. Laudrup, voor 1-0. Wij trappen met Witsche en Ronald Boer bij de bal.
Olysee. Van net buiten het strafschopgebied. Witsche. Ronald de Boer moet dan terugkomen van buitenspel. Doet dat. En dan is daar de 3-0. We werden eigenlijk kampioen. Wat al aan zat te komen enkel. Ja, het moment was anders dan iedereen voorspeld had. Omdat PSV verloor bij Sparta. En toen werden we op tweede paasdag kampioen. En toen gingen we zondags naar Groningen eigenlijk. Voor de schaal, uitreiken van de schaal. Dat was mooi, ook de manier waarop. Ik bedoel, mooie ploeg. De jongens heeft gebeurd. De jongen heeft een goede mentaliteit. Een goede collectief, goede individualisten. Topscoren en vele doelpunten. Je zegt het zelf, daar gaat het om. Hè? En ook goed kunnen verdedigen. Dus die afspraken, ja, was top. Danny, het is mij een voorrecht en een genoegen om de kampioenschaal voor het seizoen 97-98 aan jou te mogen overhandigen. Ik feliciteer het elftal, de dagelijkse leiding, het bestuur. En ook Marten Olsen, die weer een winnend team heeft neergezet, van harte met dit resultaat. Een fantastische serie, 29 wedstrijden, 26 gewonnen, 2 gelijk en 1 verloren. Ik overhandig je hierbij de schaal en wens jullie heel veel succes in de Champions League. Kijk, we waren natuurlijk allemaal verwend, maar wel met een heel slecht en naar tussenjaar. Het was de overgang naar de arena. Daar had men heel veel ideeën over en een grote voorstelling van. En ja, dat werd eigenlijk een desastreus seizoen met alleen in de Champions League wat hoogtepunten. Nou, als je dan een jaar daarna zo terug kunt komen, want dat was natuurlijk ook voor iedereen toch even van, hey, ja. Ik wist ook niet wat dat ging worden. Dat was geen uitgemaakte zaak dat je zomaar weer dat seizoen zo zou gaan draaien zoals we uiteindelijk gedraaid hebben. En, dus ja, dan geeft dat enorm veel voldoening. Ik kijk er nog met heel veel plezier op terug. En ik heb ook het idee, als ik het zo terugdenk en ook zoveel goals gemaakt en als ik die spelers allemaal opnoem, dat plezier er ook van afspatte. En de frivoliteit en... Het was een ongelooflijk goede mix van professioneel zijn en met gewoon liefhebber. We hebben toch een unieke prestatie neergezet, het kampioenschap. En daarna wisten we dat we natuurlijk de beker nog gingen spelen voor in de Kuip tegen PSV. Toch wel de twee na beste ploeg op dat moment. En die had ook een geweldig team met Stam en Cocu en consorten. Ja, en die win je met 5-0. Een hele warme dag weet ik in ieder geval. Ja, dat was fantastisch. Nou ja, vraag maar aan Jaap Stam, hoe die zon tegen Shota toen. Want die heb je alleen zijn rug gezien. Marco Latze komt daar in duel met Stam. Stam, de laatste weken niet fameus. Hier ook een raar paasje. En Babagida in de 24e minuut. Raak 1-0. Ajax op voorsprong. De Boer krabbelt op. Laudrup uit een ooghoek, Liedmanen helemaal vrij. 38e minuut, 2-0. Daar is 3-0. Liedmanen krijgt de doelpunt op zijn naam. Als het tegen zit, zo weet Waterreus, dan zit het goed tegen. Het geluk is hier bij Liedmanen, omdat dat schot van richting wordt veranderd. Marvin Latze. En dan ineens, ja, fantastisch. 4-0, 77e minuut. En zo wordt PSV afgedroogd in deze wedstrijd. Groot is het verschil tussen de nummers 1 en 2 in de Nederlandse voetbalcompetitie, ook hier in deze finale. Liedmanen, 82e minuut,
5-0. Een duidelijk verschil in deze bekerfinale. Ajax viert weer feest. Wat ik me heel goed herinner, dat was dat er in die tijd hier in de Arena hadden we zo'n drumband. Een Surinaamse percussieband uit de Bijlmer. Nu ben ik niet zo heel erg van de trommels meestal, maar bij die bekerfinale werkte dat heel erg goed. Die stonden daar te trommelen en voor mijn gevoel heeft het Ajax-vak daar 90 minuten lang recht op en neer bewogen. Dus daar kwam dat verschrikkelijk los en er ontstond er een bijna voortdurende, continue euforische sfeer. En het wedstrijdverloop paste daar ook heel erg goed bij. Dus ja, dat zelden vertoond in een bekerfinale, denk ik. Het was een prestatie, ongelooflijk. Het was mensen net zo'n grote prestatie dat toen niet geleverd heeft. Zeker. En net waar we net over hadden, je zag toch al dat we in een omgeving kwamen die steeds, waarbij steeds meer aanslagen op onze club gericht waren. De hele filosofie, de hele regelgeving zag je al. Dat werd steeds moeilijker om aan te haken, laat ik het maar zo. Of nee, aan, nee, we hadden al aangehaakt om bij te blijven. En als je dan ziet de prestatie die hij leverde. Dan was het natuurlijk ongelooflijk wat hij, wat ik ook zeg, het is natuurlijk in ons ogen een fantastische trainer die veel langer bij ons had moeten blijven eigenlijk. Een half jaar nadat Morten Olsen op glorieuze wijze de dubbel wint, wordt hij door de club op straat gezet. Een dispuut tussen Frank en Ronald de Boer en het clubbestuur wordt hem fataal. Op 15 december 1998, 3 dagen na zijn ontslag, doet hij zijn verhaal. Natuurlijk zit ik hier niet vandaag om te huilen. Ik zit ook niet hier om zelf medelijden te hebben. En denken dat alles wat nu gebeurt, dat is onrechtvaardig. Maar de conclusie. En daar ben ik ook lang gekomen. Dat is eigenlijk door dat wat is gebeurd, daar heb ik eigenlijk mijn eigen graaf gegraven. En daarom heb ik ook in augustus moeten stoppen. Ik weet ook één ding. Ik denk nooit dat ik in zo'n situatie meer kom. Of tenminste, ik hoop het niet, maar je weet het nooit. Maar ik accepteer nooit zo'n situatie meer, ook niet van de club. In de zomer van 98 kunnen en willen Frank en Ronald de Boer naar Barcelona, terwijl ze kort daarvoor hun contract verlengen tot 2004. Ajax laat de twee niet gaan en de ruzie loopt uit tot een arbitragezaak. Natuurlijk is het jammer dat het zover moet komen, dat heb ik altijd al betreurd. Dus dit zal niet in de boeken gaan als een witte blad zijn, als een zwarte blad zijn natuurlijk. Eerst wilden alle twee weg en toen zeiden ze oké, nee, dat gaat niet, dat gaat zeker niet gebeuren. Toen hebben we gezegd van oké. Ronald heeft een beetje een knieënprobleem. Dat weet Ajax ook. Dat wist Ajax ook. En mijn broer zijn knie die werd eigenlijk steeds een beetje slechter. En die kon eigenlijk op dat moment kon hij naar Arsenal toe. En ja, gezien ook de balans in het team voor, bij Ajax had dat makkelijk gekund. En ik had best het gevoel dat ik tot mijn einde carrière bij Ajax zou blijven. Om Jacques Zwart dus van zijn troon te stoten. Want ik had toen al bijna 400 wedstrijden gespeeld voor Ajax. Alleen ja, zij wilden op dat moment, ja, hielden zich vast zeg maar, aan Ronald, dat hij niet weg mocht in ieder geval. En ik had gezegd, oké, als Ronald gaat, ik blijf gewoon, 100%. En ja, ze lieten Ronald niet gaan. En toen hebben we gezegd, oké, we hebben een mondelinge overeenkomst, je zou Ronald laten gaan, dat gebeurt niet. Dan trekken we onze overeenkomst ook weer in. Hè? Dat wat we hebben afgesproken, dan willen we nu gewoon weg. En, uiteindelijk ja, is er een rechtszaak uitgekomen. En allemaal, al met al, zeg maar, wie ertussen zat, dat was Morten Olsen, die er eigenlijk niks aan kon doen. Ja, dat hebben ze natuurlijk gezegd, dat ze eigenlijk toen in die arbitragezaak bij de KNVB, dat Morten tactisch niet goed was, dat er niet goed getraind werd, en, nou, noem maar op. En dat ze niet meer gemotiveerd konden worden door Morten. Je moet wat zeggen om het een beetje hard te maken. En zeg ik zou dat nu nooit meer doen. Dat is misschien ook de eerste keer dat je zoiets doet. En ik hoop dat ook nooit meer mee te maken. En ik zal het ook zeker anders behandelen op dit moment dan ik dat toen heb behandeld. En, eigenlijk over de rug van Morten Olsen. Terwijl
de lieve man er gewoon niks aan kon doen. Dat was heel lastig. Dat was heel lastig. Dus dat is pest of cholera, je verliest altijd. Dat weet je in feite op voorhand, wenn je zoiets begint, dan verlies je. Ronald en Frank de Boer mogen niet weg bij Ajax. Ze moeten hun contract uitdienen tot het jaar 2004. Dat heeft de arbitragecommissie van de KNVB vandaag bekendgemaakt. De tweeling had de zaak aangespannen om het vertrek bij de Ajax af te dwingen. Maar de commissie ziet geen reden om de contracten te ontbinden. De voetballers willen per se bij Ajax weg. Ze zeggen dat ze na al die jaren niet meer gemotiveerd zijn om voor de club te spelen. Ajax liet eerder weten dat ze dan maar zin moeten maken. Aanstaande maandag staat er een training van Ajax op de agenda. Het is nog onduidelijk of Ronald en Frank de Boer komen opdagen. Kijk, dat moet je meteen als leidinggevende, en nu de directie, toen had je bestuur die dat moest doen, moet je meteen ingrijpen. En dan moet je meteen zeggen, nou ja, dit accepteren we niet. En ja, of je zegt, ga maar voor dat bedrag, want wij hechten meer waarde aan onze, aan Morten, als aan jullie. Of je moet een standpunt naar de jongens innemen van, nee, jullie gaan niet weg, maar excuses worden aangeboden, voorlopig dit niet, of boete, of... Nou, ik weet ook niet hoe je dat, maar daar had er iets gedaan, waardoor Morten het gevoel had gekregen, ik word gesteund door Ajax. En hij zei meteen, ik word dus niet gesteund door Ajax. Tegen Morten Olsen gezegd van, nou, moet je horen, de jongens hebben de rechtszaak verloren. Ik bemoei me er voor deze niet mee, want ik ben bestuurder. Ik bedoel, hiermee heb ik mijn plicht gedaan. De plicht om te zorgen dat de jongens zich aan hun contract hielden. De rechter heeft mij gelijk gegeven. Hier zijn ze weer. En ze zijn weer nu van jou. Ze deed natuurlijk lang niet mee in de voorbereiding. Heel apart. Kwamen ze niet trainen natuurlijk. Stonden gewoon onder contract. En de competitie begon. En in één keer stonden ze er weer. En begonnen ook nog in de basis elftal. Dus dat speelde heel erg veel. Dat wel van... Niet dat we ze niet gunden om in de basis te staan, maar ja, dat heeft veel invloed gehad op het hele selectie, op het hele gebeuren, het begin van het seizoen, dat wel, ja. Voetbaltechnisch had hij gelijk, maar wat er gebeurd was, had hij natuurlijk kunnen zeggen van nou heren, ik heb even rust en als ik je nodig heb, roep ik je wel op. Maar de eerste de beste stond hij erin en dat heb ik, zoveel heb ik het gevoeld, dat ik heb toch kwaad bloed gezet bij een heel aantal voetballers, spelers. Die zeiden van, ja, moet je kijken wat ze allemaal geflikt hebben. Moet je nu kijken van, nu. Nou, en ik denk dat was een van de redenen. Dat je zag, toen zag je, kwam eigenlijk in een glijdende schaal terecht. En dan kun je zeggen, oké, dan gebruik ik die twee jongens niet, dan gebruik ik anderen. Maar ja, je wil niet graag twee heel belangrijke spelers die heeft getekend voor vele jaren in Ajax, dan missen. Ja. Dus, nee, dat was een moeilijke situatie. En ik denk dat er veel verliezers in de spelers in de verliezer, de club is de verliezer, de coach is de verliezer. Dus we hebben toen met Bobby Harms en dat kan ik me nog herinneren, Bobby Harms en ik en Ols hebben om de tafel gezeten. Daar hebben we gezegd van, Ols, dit moet het. Kijk uit nou, het gaat als zand door je vingers. Maar hij was daar consequent in van moet je horen, dat zijn profs en nou, et cetera. Dus hij hield heel star vast aan zijn manier van werken. Toen kwam we in de periode terecht dat het toch wat minder ging. Dat was heel zielig eigenlijk. En dat heeft hij ook nooit, dat had hij ook niet verdiend. Iedereen is van goede wil, en Frank en Ronald zeker, maar dat heeft altijd zijn weerslag. Dat geeft altijd onrust. Dat verlegt de focus van waar die moet liggen op het veld naar randzaak. Het zal wel een donderspiet worden in de rust, denk ik. Precies voor Van der Sar staat die bal op. Zoekerkools krijgt hij Van der Sar vrijwel nooit tegen. Roest 1-0. En Fortuna wint dik en dik verdiend met maar 1-0. Goeie voorzet. In die periode hebben we ook, dat is, ik kom niet graag met onschuldigingen, maar we hebben plus die twee spelers, hebben we ook andere spelers die blesseerd waren. Så vi hadde in speciale de europæiske vestrede, der havde vi problemer med blessurer. En sikkert også det klædkammer var også ikke alt det jeg fordi, der er det sikkert en fast. Naturligvis har det en indflydelse med de
problematiek met Frank en Roland. Dat is logisch, dat kan niet anders. Prima, goed gedaan. Overschatting van zijn talenten van de Boer. Perez gaat scoren, denk ik. Ja! Perez scoort na een blunder van Frank de Boer. Ja, er worden wel eens vragen gesteld in het... In interviews van, heb je ergens spijt van? Dan zeg ik meestal van, nee, het is allemaal gelopen zoals het gelopen is. Maar als ik één ding zou moeten noemen waar ik spijt van heb, is dat we daar als groep niet wat sterker ons aan elkaar verbonden hebben en om daar proberen voor te gaan liggen. Omdat het, in een half jaar tijd is Morten Olsen niet veranderd. Toen hadden wij een statement als groep moeten maken, in ieder geval een signaal geven van, nee, dit is niet in de haak. Jardel, was dat geen buitenspel? En dit dan? Het is een doelpunt voor Porto. Dat is Porto. Zalvins scoort totaal tegen de krachtsverhouding in. Of is dit de beslissing? Dit is de beslissing. Het is gelopen. Het is weer Zalvins. 2-0 voor Porto. En hij weet het. Ja, het is gebeurd. Het schip is gezonken. Olise speelt de bal zomaar in de schoen van Drulovic, die de genadeslag op zijn schoen heeft. Het is 3-0. Het is vreselijk. Het is keihard. Maar topsport is terecht genadeloos. Hier wordt Ajax op de slagbank gefileerd, uitgebeend en tot gehakt gemalen. Het is knalhard, maar het is niet anders. De trainer weet. Als hij binnenkomt, dan weet hij van dat als de spelers niet willen, dan zijn ze dagen geteld. De ontslag van Morten Olsen, dat is, denk ik, die beslissing is genomen op basis van dat men te veel verwend was geraakt de jaren daarvoor. En niet meer zo reëel naar de situatie aan zich keek. Dat die leven is ups en downs en je problematiek moet je proberen op te lossen. Oké, dat die tweede jaar hebben we niet kunnen oplossen, ik ook niet. Dan staat het heil je nader en het lachen. Ja, dat is een hele vervelende gebeurtenis. Een man die in wezen heel hoog op zit en die heel veel succes boekt met je club. Die in wezen al jaren mag blijven, die gaat ten onder aan het geweld van de omgeving, in dit geval van de spelers. Dat was niet best, nee. Geen waardige afscheid voor een trainer die zo'n geweldig seizoen had doorgemaakt als in 97-98. Een van de misschien wel... mooiste Ajax van de afgelopen jaren heeft laten zien. Als je gewoon de decennia kijkt wat voor mooie teams er zijn geweest, dan steekt deze er ook duidelijk bovenuit. Maar natuurlijk, de eerste seizoen was fantastisch. Goed gewerkt met goede jongens, goede mentaliteit, goede individuele kwaliteit. Fantastische supporters in Ajax. En bijna altijd uitverkocht. Ik bedoel, Ajax kwam van een kleine stadion en elke wedstrijd 50.000. Mensen zingen enzovoort. Nee, dat was een heel, heel mooie tijd. Ik heb alleen maar enorm veel waardering voor Morten Olsen. Het is verdomd moeilijk om Van Gaal op te volgen. Zo en zo. Het is verdomd moeilijk om bij een club te komen die zo succesvol, 3 jaar of nog langer daarvoor, zo lang succesvol is geweest. Dat is niet makkelijk. En als je dan toch in dat seizoen, 97-98, zo je eigen saus overheen gooit. Natuurlijk geholpen door de spelers, maar dat is het. Het is een geheel. Je bent een team en hij leidt dat. En hij heeft dat goed geleid, want het was een geweldig jaar met een dubbel. En met een spelvreugde die er van afspatte. En dat is gewoon zijn verdienste. Punt.